Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn druk aan het opruimen, aan het schoonmaken. De etalage aan het volzetten met mooie bloemen. Deze vriend, die gaan we weer opruimen, die gaat weer weg. En ja, gewoon weer lekker de winkel mooi maken. Aan deze kant heb ik in de etalage allemaal mooie planten. Dus we gaan hem helemaal volzetten. Deze kant zijn we ook begonnen met planten. De kerstboom is daar ook bijna weg. Dus ja, kerstboom eruit, kamerplant erin. En lekker voorjaarsbolletjes en dat soort dingen. Ik neem jullie gewoon weer mee in deze rommelige week. Want dat is het nu nog wel met de huidige maatregelen. Maar we maken er gewoon het beste van. En we zijn wel lekker druk. Want we hebben veel bestellingen om in te pakken. Dus daar gaan we zo mee aan de slag. Dus kijk gezellig mee. Zo, we zijn ondertussen druk bezig met inpakken. Zoals je achter me ziet, gaat het helemaal, helemaal goed, helemaal lekker. En hier hebben we allemaal weer mooie voorjaarsbolletjes binnengekregen. En dat is toch echt altijd weer gezellig als jullie zijn. Echt een leuke tijd weer waar we in gaan. En we hebben heel veel bloemen binnengekregen, ook voor de bestellingen. Maar ook voor de winkel. Kijk, ik heb het allemaal nog even vast staan. We moeten het zo in de winkel zetten. Dus ja, het gaat hier eigenlijk gewoon helemaal lekker en goed. We gaan gewoon lekker door. Zo, ik kreeg zojuist weer een pakketje binnen van Chiquel. Dus die wil ik even met jullie uitpakken. Echt superleuk. Altijd blij dat ik van hem weer een berichtje krijg van, goh, wil je nog een nieuwe kleren? En aangezien ik daar gek op ben, zeg ik daar natuurlijk geen nee tegen. Ik heb dezelfde trui in het blauw. Dat is echt mijn lievelingstrui. Die zie je echt heel vaak voorbij komen. Draag echt heel veel. Die heb ik nu ook in het zwart. Echt super leuk. Ik zal de blauwe ook even in beeld doen. Dan weten jullie welke dat is. En dat is hetzelfde voor de blouse. Deze blouse heb ik ook in het blauw. Dat is echt een van mijn favorieten. Dat blauwe staat gewoon echt heel erg leuk. Maar ik vind een blouse ook altijd leuk. In het weekend draag ik eigenlijk heel vaak een blouse. En dit is weer zo'n oversized blouse. Ik moet wel even strijken zie je. Even zo kan laten zien. Zo'n oversized blouse die ik dan onderaan knoop. Die valt ook wel echt groot. Want ik heb hier een XS van. En dan nog valt die groot. Zal ik ook even in beeld laten zien. Dan heb ik... Ik zet jullie weer iets achter. Dan kun je iets beter zien. Of staat ingezoomd. Nee, zo. Dan heb ik een leuke trui. En die truien van hun zijn echt hele goede kwaliteit. Sowieso is de kleding goede kwaliteit. Kijk hoe leuk. Mijn zusje vond deze ook echt heel leuk. Maar die kleur is ook leuk erbij in. Ook wel leuk voor het voorjaar vind ik dat. Net zo'n mooi vrolijk kleurtje. En dan heb ik nog een topje. En die vind ik dan weer heel leuk onder de blouse die ik net liet zien. En dat is zo'n ripstop. Nou is deze wat korter. Maar met die blouse eroverheen, omdat je die knoopt, dan zie je dat niet. En dit is met een hogere hals. Dus echt heel leuk. Ik heb hier een... Want die hadden ze niet meer in een klein maatje in ML. Maar het is zo'n rekbare stof. Dus dan vind ik het sowieso wel mooi als het niet zo heel strak zit. Dus echt super leuk. Ik ben echt super blij mee. Met Kalijn 25 krijg je zelfs 25% korting. Dus heel erg leuk. Ik zal de code en de linkjes eventjes hieronder in de beschrijving zetten. En dan kun je eventueel kijken of je dat leuk vindt. En ze hebben sowieso echt heel veel leuks. Dus elke keer denk ik weer van, oh, dit wil ik, dit wil ik. Dus ik was heel blij van. Goed, ik ga gauw weer aan het werk. En alles vind je dus hier in de beschrijving. Zo, goedemorgen. De bloemenstelling staat mooi vol. Het is ondertussen trouwens de volgende dag. Ik ben helemaal, oh, ik heb zo'n dag van ochtend dat echt alles misgaat wat mis kan gaan. Dus echt heel fijn. Maar goed, we gaan gewoon lekker aan het werk. Nou, trouwens wel 2 dagen, hè. Echt vervelende dingen. Auto kapot en dat soort dingen. Maar goed, wat er nu niet anders van. We gaan lekker aan het werk. Ik heb in ieder geval heel veel mooie bloemen. En er komt straks een hele grote vracht met bloemen en planten binnen. Dus daar heb ik zin in. Ik heb veel bestellingen. Dus we gaan er weer voor.
Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag. Ik wou daar langs, maar dat kan ik helemaal niet langs. We hadden gisteren heel veel mooie bloemen binnen. Het is trouwens nog echt wel heel vroeg. Maar ik ga eventjes video's opnemen, want ik loop een beetje achter met video's. En morgen moet er wel eentje online voor jullie natuurlijk. Dus ik ben extra vroeg opgestaan om de video's op te nemen. Het is hier echt een volle boel, omdat we elke keer alles weer buiten moeten zetten voor de buitenpresentatie. En gisteren... Ik zwaai naar mijn kinderen. Gisteren hebben we ook de etalage volgezet. Zo, licht aan. De etalage volgezet aan alle kanten. Dus nu kan iedereen zelf een plant uitkiezen vanuit buiten zonder dat ze de winkel inkomen. En ik heb gisteren heel veel bollenbakjes gemaakt. Dus ook echt super leuk. Allemaal stukjes met voorjaarsbolletjes. En ja, nu ga ik gauw een video opnemen. Ik denk dat ik ga voor de voorjaarsstoef. Omdat de kersttoeven allemaal aan de deur nou allemaal wel weg zijn. Of die hangen nog, maar dat is natuurlijk leuker om er wat nieuws op te hangen. Dus daar ga ik mee aan de slag. Ik heb wel heel veel mooie materialen daarvoor. Mooie eucalyptus en distel en limonium. Nou, in ieder geval heel veel leuks. En ik heb heel veel ondergronden binnengekregen. Die zal ik jullie straks ook laten zien, want het is echt super leuk. Ik heb zin om mee aan de slag te gaan. Dus die video's ga ik ook nog opnemen. Goed. We gaan in ieder geval aan de slag en ik neem jullie weer mee. Dit zetten we zo op buiten. Dan kunnen mensen het gewoon uitkiezen. Maar zoals je ziet hebben we heel veel mooie... voorjaarsbolletjes. Ook voor de koude dingen. Voor de bollen. Ook altijd leuk. Schaaltjes. Het staat nu een beetje vol, maar het wordt allemaal net straks netjes gezet. En hier staat natuurlijk ook mooi vol. Is er ook alweer heel veel verkocht. En hier hebben we de etalage nog helemaal vol gezet. Zodat mensen van de buitenkant, ik ga het straks van de buitenkant nog laten zien, maar dan kunnen ze daar eventueel wat uitkiezen als ze willen. Zo, de lampen staan aan. Het licht is daar aan. Het is nu zo donker 's ochtends, maar die lampen, die, het is echt, ik ben er zo blij mee. Daarom kan ik eigenlijk gewoon het hele jaar door filmen. Dus ik kan gaan beginnen. Ik ben trouwens echt super blij nog steeds met mijn bureau. Die ik in de vorige vlog kon niet zien dat ik die had gekregen. Die ik met Hortikaal bestellen. We gebruiken hem hier echt elke dag. Het is echt ideaal. Ik verschuif hem nog wel eens een keer heen en weer. Maar ja, je kan hem dus op hoogte verstellen. Dus het is echt ideaal. Als je wat zwaars kan tillen, moet tillen, dan doe je hem gewoon even naar beneden. Zet je een doosje op en dan doe je hem weer omhoog. Maar goed, ik ga gauw beginnen met filmen van Toos. Zoals je ziet heb ik heel veel mooie materialen. En als jullie deze vlog zien, dan staat die al online. En is die waarschijnlijk nog te bestellen. En ik zal weer een grote voorraad van inkopen. Dus ik zou trouwens nog eventjes het linkje van het bureau eventjes nog in de beschrijving zetten. Mocht je dat leuk vinden. En dan ga ik nu gauw beginnen met de video. Zo, ik loop eventjes naar buiten, want dan kan ik jullie even de etalage laten zien. En hoeveel mooie bolletjes we buiten hebben staan. Lekker vrolijk. Kijk, dit ziet er toch gezellig uit, al die voorjaarsbolletjes. En aan deze kant hebben we de etalage helemaal gevuld met allemaal planten die genummerd zijn op prijs. Genummerd zijn en een prijs hebben. Dus dan kan iedereen gewoon vanuit de etalage zien wat we hebben. Ik ga even hier buiten alles prijzen. Ook mooie primulaatjes en zo. En aan deze kant dus mooie stukjes. Dat wil ik ook even laten zien. En voederbollen. Dus die zet ik, die prijs ik allemaal eventjes. En dan kunnen we iedereen weer mooi voorzien van mooie bloemen en planten. Zo, ik ga even wat boeketjes maken voor de winkel. Is de winkel lekker vol zit en we hebben heel veel mooie bloemen, dus daar ben ik echt blij mee. Dan is het altijd leuk werken. Even wat plukboeketten en even wat structuurboeketten, dus even van alles wat. Dat er weer genoeg keuze is. En mensen zo van alles kunnen meenemen. Ik kreeg ook al veel de vraag of ik ook nog video's ga opnemen over Valentijnsdag. Daar heb ik aardig wat berichtjes van. En ja hoor, elk seizoen krijg ik gewoon weer... gaan we gewoon weer mee aan de slag, dus super leuk natuurlijk. Dit jaar valt alleen Valentijnsdag op maandag, een beetje een gekke dag, maar goed, dat geeft niet. Ondertussen hou ik elke keer een beetje de deur in de gaten, omdat we dan het buitenput is geopend. Dus ik kijk een paar keer opzij.
Zo, alle pakketten die klaar moeten, die staan hier. En er komen nog een paar bij, maar die zijn bijna klaar. Dus echt een lekkere dag. Ik ga nog even wat bloemwerk maken en zit de dag er ook al bijna op. Ik wil jullie nog eventjes weer nieuwe DIY-ondergronden laten zien die ik de laatste tijd heb ingekocht. Want we hebben heel veel leuks binnengekregen. Het is nog niet alles, dus ik laat nog meer zien. Maar dit wil ik vast aan jullie laten zien, want die heb ik al uitgepakt. Zo, ik zet jullie even daar neer. Allereerst deze, die komt binnenkort online. Heel erg leuk, dat industriële. En die heb ik ook in een mooie ondergrond. Ik ga even kijken of het erbij kan. Deze, ook heel erg leuk. Dus ook dat staal. En dan heb ik nog die industriële pin. Gaan we mee aan de slag. En ik heb nog leuke ondergronden van Valentijn's Day. Goedemorgen, zoals je ziet ben ik alweer lekker aan het werk. Ik ben boeketten aan het maken en misschien wel een leuk weetje. Je kan op deze manier testen of jouw boeket goed korenschoof gebonden is. Als je een goed korenschoof hebt gebonden, kan je hem zo neerzetten zonder dat hij omvalt. Dus wel even een leuk weetje en zo kan je ook oefenen en kijken of je dat goed onder de knie hebt. Er staat trouwens ook een video online over korenschoof binnen, mocht je dat leuk vinden. Zo, het is ondertussen maandag en ik ben lekker in de winkel aan het werk. Of tenminste, ik ga eventjes in de winkel aan het werk om wat pakketten in te pakken. Dus ja, want er zijn heel veel bestellingen gedaan. Dankjewel daarvoor weer. Dus gauw aan de slag. Ondertussen word ik voorzien van muzikale begeleiding. Lieke was jarig en die had een karaoke set gekregen. Dus... gezellig zo. Zo, het is ondertussen dinsdag en ik ga lekker aan het werk. Het is een drukke dag, heel veel bestellingen. Dus die gaan we inpakken, maar ook gaan we leuk gewoon aan de slag in de winkel. Ik ga een leuke video opnemen over Valentijnsdag, dus dat komt er binnenkort aan. Ook super veel zin in, want ik heb daar gewoon heel veel leuke ideeën mee. En daar ga ik helemaal een aparte video van maken. Om jullie zoveel mogelijk inspiratie te geven en om jullie geliefden te verrassen. Dus gauw aan de slag. Ik ga de bloemen er eerst even inzetten. Dus dan staat dat in ieder geval weer mooi. En dan ga ik buiten zetten en gauw bezig. Zo, er zijn weer heel veel pakketten weggegaan en morgen hebben we nog een aantal en dan komt er weer een nieuwe DIY. Die wil ik trouwens ook even aan jullie laten zien. Deze kant hebben we die op, want die is echt heel erg leuk. Dat wordt de volgende video, dus als jullie deze video kijken zaterdag. Aankomende zaterdag gaan we aan de slag met deze buurtje. Is heel zwaar, echt super gaaf. Het is echt heel mooi hout met industriële houders erop. En daar gaan we echt iets heel leuks mee maken. Dus ik heb er al super veel zin in. Dus vind je dat leuk, dan moet je gewoon zaterdag weer kijken. En dan hoop ik dat jullie er weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zien jullie mij zaterdag weer.